En dan welkom mensen van Dutch Gaming en welkom bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal van de Need for Speed serie. Ja, op de maandag. We gaan vandaag gewoon verder met waar we gebleven waren. En ja, een ready race staat ons nu te wachten. En we gaan kijken of we daar de eerste plek kunnen halen, want dat is tijdelijk de bedoeling. We zitten dus in hoofdstuk 2 nu van deze game. En ja, we gaan kijken hoe ver we komen. Ik hoop de game af te maken en daar gaan we gewoon natuurlijk voor. We gaan alles afmaken qua series. Ja, hallo. Het is gewoon hop, hop, gas erop en rijden wat je kan. Dit moeten we gewoon nemen. En dan pakken we in één keer plek 1 door een afsnijmogelijkheid die we hadden. Maar daar komt Hippe aan op plek nummer 1 nu. Daar hebben we hem weer. Bam. Ladies and gentlemen, the Mac wins again. Acceleration. New mission unlocked. People might start thinking you're a legit off-road racer. Time I put that ridiculous notion to rest. Does that mean I'll have the pleasure of kicking your ass, Udo? Tell you what, beat me and I'll tell you where you can find a derelict. Name the time and place. Of zullen wij vandaag gewoon alle rally races doen? Want ja, dat vind ik wel het moeilijkste gedeelte eigenlijk. Ik ben niet zo van het rally racing games. Oké, daar kunnen we dus niet langs. Jammer, spijtig. The side bets. Achieve a jump distance of 65 yards. Hebben we het geaccepteerd? Dat weet ik nou niet. Dit is toch nooit eerlijk? We gaan hem helemaal afmaken. Fresh
We moeten in die slipstream zitten, anders is deze auto helemaal niks. Oké, we deden dus met laps. Oké, dat heeft ons wel echt geholpen. ₹500 remaining. Bam. We hebben een nieuwe auto, een Nissan Skyline. Oh, die vind ik wel leuk. That trail's tough as hell, but you handled it like a champ. The location of the derelict 240Z is yours. You're legit off-road in my book. Thanks. You're not so bad yourself. We'll stay off the airfield from now on. You earned that much. Better yet, stop by the shop sometime. Oké, we gaan deze race nog even doen en dan zijn we er klaar mee. Oh, ik heb helemaal geen verkeer gezien. Kut.
is een beetje het verkeer inschatten. Ja, kut. Wake up, Tyler. Not much time left. Bam, daar is P1 weer. Huppakee. Daar hebben we de brakes. Oké, hier hebben we nog een race. Win the race, nou dat moet kunnen. Ik let er niet op. Oh, kut. Vierkantje, ik wilde dat rustig indrukken, zodat je die bocht mooier kan nemen. Hoef je ook niet zo hard te remmen, maar ik heb het niet onder de controle. Oké, daar hebben we de P1.
Nee, missen we de checkpoint. We rijden zo wat een seconde, een minuut trager dan wat we moesten. Ja, dan doen we die gewoon niet terug. Doen we goed, doen we goed. Die ook klaar. Die te gaan. Nee mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet daar alvast zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En dan was te abonneren voor meer natuurlijk. En dan zie ik jullie graag later bij de volgende video. Later mensen.